Ja, we staan hier bij de wethouder Mirjam Haag. En jij hebt zo net ervaren hoe het was om dementie te hebben, om eraan te lijden. Hoe vond je dat? Ja, ik was de eerste. Ik mocht het openen, dit project in Breda. Ik heb me helemaal overgegeven aan... Ja, het is echt een innoverend project. Hè. Het is, je beleeft echt hoe het moet zijn om dementie te hebben. En ik vond het heel erg confronterend en heel erg verwarrend ook, moet ik zeggen. Echt, ja, dat je voelt van, ik heb het niet meer onder controle. Ik werd er onzeker van. En ja, dat doet wel wat met je. Er gebeurt veel op het gebied van zorg op dit moment. En heel veel mensen willen graag langer thuis wonen. Dat betekent ook oudere mensen. En dat betekent ook mensen die dementerend zijn. En dan zijn er heel veel mantelzorgers die graag goed voor hun ouders of hun buren willen zorgen. En dan is het wel eens belangrijk om een beetje te beseffen wat het dan ook is om dementie te hebben. Want het is niet zomaar dat je ergens mee geholpen moet worden om iets opgehangen te hebben. Maar je zit echt in een andere wereld. Hoe heeft u het ervaren? Dat is eigenlijk moeilijk om te omschrijven. Het is, ik moet het eigenlijk nog even een beetje laten bezinken. Het is raar. Het is apart. Ja, een wereld die je nooit kent. Dus een klein inkijkje gekregen in zoals het voor die mensen zou kunnen zijn met dementie. Ja. Ik raad het iedereen aan om te doen, omdat je volgens mij dan toch weer net een klein stukje verder kunt verplaatsen in de wereld van mensen met dementie. En dat ga je niet redden met alleen boeken of met goede wil. Dit helpt. Dementie is een ingrijpende ziekte. Hoe voel je je? Wat denk je? Wat zie je? Hoe ervaar je het? En daarom gaan we jullie meenemen in de belevingswereld van het dementerende. Ben benieuwd. Zeggen. Welkom thuis. Zo, dat was een lekkere wandeling. Tot zo. Ja, ik ben het. Je innerlijke stem, je gedachten, je geweten. Wat je hier ziet, dat met een stuk technologie, de technologische mogelijkheden die we hebben, dat je echt het benadert om te beleven. Als je naar een informatieavond gaat of je gaat naar een lotgenotenuitwisseling, dan praat je met elkaar, dan luister je naar elkaar. Maar hier zit je echt in het leven van die persoon waar het om gaat. En alle technologische mogelijkheden die er zijn, die worden daarbij gebruikt. En dat is denk ik ja, de winst ook van nou ja, zorg en innovatie. Dat we op die manier heel ver komen, maar dat uiteindelijk de zorg, de menselijke zorg en die menselijke maat weer heel erg mooi aanstipt. Dus daarom vind ik het heel goed dat dit soort initiatieven er zijn en dat ze ook in Breda komen. Zo. Ik heb net mogen ervaren hoe het is om dementerend te zijn. Het was een bijzondere ervaring. Alsof je de controle een beetje over jezelf kwijt bent. Onmacht. Je wordt toegesproken door iemand en ja, je voelt je ook een beetje een klein kind. Want je wordt eigenlijk een beetje belerend toegesproken. Ja, je kan het gewoon allemaal zelf niet meer. En je voelt je afhankelijk. Het is een hele rijke ervaring is dat. Ik heb zelf ook met dementerende gewerkt en dan ik heb ook Bernlef gelezen, maar dit, het is echt de praktijk. Nou, en ik kan het iedereen aanbevelen, zodat je gaat ervaren. Wil je zelf ook ervaren hoe het is om te dementeren of je inleven in de wereld van de dementerende? Surf dan naar www.intodementia.nl en kijk waar je de ervaring op kunt doen.